Nou, ik zou zeggen, een groot applaus voor die werkelijkheid. De koninklijke onderscheidingen die tijdens de lintjesregen zijn aangekondigd, werden vrijdag overhandigd en opgespeld. Niet door de burgemeester, maar door familieleden of partners. Dit jaar kregen 12 inwoners uit Pillemaas bij de traditionele lintjesregen een koninklijke onderscheiding. Dan stoppen ze toch 4 van die grote auto's. Nou, we kregen Splinter niet een auto, maar stapt de burgemeester uit. Ja, toen zag ik de buit toch wel hangen voort. Ja, dat was totaal onverwachts. Ja, dat was totaal, had ik echt niet opgeteld. Helemaal niet. Zo lang aangekondigd al, nu eindelijk, maar ik had niet zo snel al verwacht. Eerlijk, verwacht naar een najaar ergens, maar toch een heel mooi moment. Afgelopen jaar was het natuurlijk een lintjesregen. En voor het eerst, en dat is wel heel bijzonder, in de Vaderlandse geschiedenis, heeft deze dag, die bijzondere lintjesregen, een ongekende wending gekregen. En mochten de onderscheidingen niet worden uitgereikt. En ik wil u nogmaals mijn excuses aanbieden voor de overval op 24 juni. Maar het was heel bijzonder om dit te mogen melden, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ja, yo. Kom eens naar beneden. Pot van de drie. Ja. En er komt een dag dit jaar, we weten niet wanneer, maar dat we hem op mogen spelden. Ik wou hem die dag opspelden, dus ik kwam hem brengen, maar dan mocht niet. En dan mocht het nog. Dus, je bent er gerust voor. Ik vind het geweldig. Ja, we waren overal, als we aan het wandelen zijn of aan fietsen zijn, langs de weg, worden we gefeliciteerd. Hè. Dat is geweldig. Dat is een onderscheiding speciaal voor de dames. En daar zit een extra kroontje bovenop. Zo. Dus, ja. Een klein puntje op het kroontje. Dus ik ga even vragen, ja? Dan mag u opspelden, alsjeblieft. Ik dacht dat het heel gewichtig is, maar het valt mee. Nee, dat kan ik goed bedragen. Ja, dat kan. Nou, zeker. Van harte gefeliciteerd. Dank. Nou, fantastisch. Ook voor jou een groot applaus. Kijk! Goedemorgen! Oh. Nee, hou ze maar lekker aan. Goedemorgen. De klompen, de sloffen, de klompen. Dus, de klompen sloffen, ja. Ik heb nog gedacht om ze vandaag aan te doen, maar het is toch een beetje een officieel moment. Ja, vind ik toch een beetje niet zo gepast. Dat gevoel nu dat hij... Ja, het is gewoon een waardering. Hè. Je hebt het 24 april heb ik het gezien, op 1,5 meter afstand. En nu krijg je daadwerkelijk opgespeeld. Het is toch een speciaal moment. Mijn broer heeft het opgespeeld. Dat is ook ja, zeer speciaal toch wel. Dus dat, ja, voetbal prima moet ik zeggen. Mijn vrouw die wist er ook niks vanaf. Dus ik, ja, volop aan het werken en ik heb ze nog een paar minuten moeten laten wachten. Zelfs u wist het niet? Nee, ik wist het ook niet. Nee, het was echt een totale verrassing. Onze dochter die zat mee in een complot. Op zich is het op zich wel leuk, hè. Verder niks mis, maar het is anders dan anders. Maar goed, hoe het anders is weet ik ook niet, want ik heb het ook niet meegemaakt, hè. Dus nee, prima. Op uw gezondheid. Proost. Ja, proost.